ga ik heel veel Jip wakker maken en daarna beginnen we met de Alles Show. Hallo. Hallo, maak me niet wakker, jongen. Ik sliep nog. Sorry, maar de Alles Show is al begonnen. Onze speciale gast is Donald Duck dus. Daarna gaan wij weer kennis maken met de Zandstad. Yeah! En daarna gaan wij kleren van de week doen. En daarna doen we interview met Bonnetje. Doei. En daarna uitprobeersel. En dan gaan we, dat is nog eigenlijk wel een beetje een geheimpje. En daarna gaan we boksen! Maak je klaar voor de strijd! Hallo, wij zijn hier bij Donald Duck. Wat vindt u ervan om altijd een pechvogel te zijn? Het is niet altijd even. Nou, het is niet altijd hard te maken. Dat is even makkelijk. En we hebben nog een vraag over Katrien. Oh, Katrien. Nou, ze heeft zo'n mooie roze strik. Net zo roze als mijn wangen. Nou, dit was het einde van het interview. We hopen u nog eens te zien bij onze Alles Show. Doei! Broeken en t-shirts. Nou ja, ik noem het gewoon kleding van de week. En hier is de Fingino broek. Hij is lang, maar hij zit heel lekker. Dit is mijn allerleukste zwembroek ooit. Lekker vrolijk. Lekker zwembroek. Ja. Okay. Nu komen de t-shirts. Dit is een mooi t-shirtje eigenlijk van Jip die nu de camera doet. Maar ik vind hem zelf ook heel leuk. Het is een leuk hondje met een zonnebril. Dit is een leuk t-shirt voor 1 april. Oké, dit was het. Doei! Nu gaan we het interview met Balletje doen. Hallo Balletje. Hallo. Mag ik jou wat een paar vragen stellen? Ja, tuurlijk. Waarom draag je zo'n gekke zonnebril? Ik vind het hartstikke leuk, maar niet als je zulke vragen stelt. Waarom heb je een beetje een landenhuid? Oh, dat vind ik leuk. Dat heb ik zo laten schilderen. Eigenlijk tatoeëren. Deed het tatoeëren pijn? Ja, ik heb liggen huilen. Ze janken, jongen. Oh. Heb je daarom ook zulke wazige ogen?
Nee hoor! Dit is mijn stijl, mijn look. Nou, dit was het interview met Balletje. Dag! Doei Balletje! Hallo! Hi! Dames en heren, hier komt het tutje! Handtasje? Ja. En dit is mijn echt gouden handschoen. Ja, dat is toch zelf gemaakt door mij. Het is toch echt gouden. En kijk, ik werk bij het leger om mijn eigen veiligheid te bedwingen. Kijk, dit is ook nog mijn record. Hè? Zoveel mogelijk knippen in een minuut. Doei! Doei! Hallo, ik ben Betsy, net zoals de Sockstar Sock. Oké, maar gewoon verder gaan. Kijk eens hoe sterk ik ben. Van papa. Ik heb altijd een veiligheidshelm. En dit is echt zilver. En mijn mooie rok heeft zonder een stoute hond afgebeten. Maar ja, hij kon er niks aan doen. Mijn lieve Bully Bully Bully. Zo. Ruff. Hou je mond dicht. Nou, ik weet nu verder niks te vertellen, dus doei!